De ware verhalen van Ode en Mare. Een luister- en prentenboek. Derde boek, Krabbevrees. Verhaal en illustraties, Marieke Bouw. Tekst, stem en montage, Sabine Goethals. Uitgeverij, Onscot. Met dank aan Hilde Verhelst voor de Vlaamse gebarentaal. Mama, papa, Ode en Mare zijn met vakantie in Zeeland. Mama en papa hoeven niet te werken. Voor Ode en Mare is er geen school. Nu wonen ze in het vakantiehuisje van Mima en Wawa. Het is er niet zo groot als thuis, maar erg gezellig. Vandaag is een dagje aan het Veerse meer gepland. Hoera! We gaan zwemmen! Ode staat te springen van ongeduld. Mama! Roept Ode. We moeten nu vertrekken. Straks kunnen we niet meer in het water. Ode, het meer loopt heus niet weg, zegt mama terwijl ze haar meisje kalmeert. Trouwens, zegt papa, we moeten de picknickmand nog vullen met limonade, boterhammen en wawasnoepjes, gilt Mare. Dit wordt de leukste dag van de hele vakantie, fluistert Ode in zusjes oor. Wat doen we dan precies vandaag? Mare wil er, zoals altijd, het fijne over weten. We gaan zwemmen in het meer. Het water is niet diep, dus je kan niet verdrinken. Mare's ogen verraden wat ze denkt. Ze voelt zich helemaal klaar voor dit nieuwe avontuur. Met de picknickmand en het strandspeelgoed is de bolderkar mooi gevuld. Dames, waar blijven jullie? Roept papa ongeduldig aan de voordeur. Ik moet altijd op jullie wachten. Mama lacht. Het is vaak andersom. Mare, jij zit in de bolderkar, zegt papa. Hupsakee! Niet veel later zet Mare een emmer op haar hoofd en zwaait ze met een schop. Schip ahoy! Roept Mare. Begrepen, piraat Mare, grapt papa, terwijl hij zeil zet naar het meer. Ode geniet volop van deze vakantie in Zeeland. Mima en Wawa's vakantiehuisje is trouwens ook het beste huisje van de hele wereld. Want het ligt niet zo ver van het meer. Het is maar een klein stukje wandelen over de brug en langs het bos. Ode rijdt voorop op haar stip. Ode, aan het eind van het straatje wacht je even, roept mama haar na. Ode kan het Veerse meer en het strand al zien liggen. Geen auto's links, rechts en links te zien. Alles is veilig om over te steken, duidt papa aan.
Eens aan de overkant laat Aude meteen haar step vallen. Ze gooit haar sandaaltjes uit en stapt in het meer. Het water is zo helder dat ze haar eigen voetjes kan zien. O, mama, het is nog wel wat frisjes, maar dit is zo cool, roept ze luid. Aude's ogen glinsteren van plezier. Terwijl mama en papa een plekje in het zand reserveren voor de bolderkar, de handdoeken en de paraplu, gaat ook Mare op verkenning in het meer. Aude, kom eens, beveelt Mare. Toe, kom eens kijken. Aude nadert voorzichtig, hoewel ze erg benieuwd is naar wat zus nu weer gevonden heeft. Kijk, krabben in het water. Opgewonden gaat Mare dieper het water in. Met grote verwondering bestudeert ze de diertjes van dichtbij. Aude blijft staan aan de waterkant. Ze voelt zich niet helemaal zeker. Mare, ik vind die krabben echt vies. Als je niet oplet, bijt zo'n beest straks in je poep. Aude, kijk, er zijn er zoveel. Kom eens tot hier, dan kan je ze beter zien. Nee, ik wil niet in het water, zegt Aude boos. Ben je bang? Grapt Mare. Ik ben helemaal niet bang. Ik heb geen zin om te zwemmen vandaag. Mare snapt het niet. Vreemd, denkt ze. Daarnet wilde ze niets anders doen dan zwemmen. Oké, dan ga ik er een vangen om te laten zien aan mama en papa, zegt Mare. Mare, roept papa, niet zonder zwembandjes het water in, dat weet je. Papa is er ook bijgekomen, want die krabben bekijken vindt hij al even spannend. Daar gaan ze, Mare en papa op krabbenjacht. Aude blijft achter. Ze bouwt liever zandkastelen. Mama ligt te zonnen op een handdoek in het zand. Op haar teentjes sluipt Mare dichterbij. Als mama dit krabje vindt onder haar hoed, zal ze heel hard schrikken. Mare, ben jij dat? Mama herkent Mare's gegichel. Het voorspelt niet veel goeds. Plots is het heel erg stil. Mare, vraagt ze streng, wat heb jij net onder mijn hoed gelegd? Een geschenkje? Mare lacht in haar vuistje. Mama heft voorzichtig haar hoed op. Ah, Mare, doe dat beest weg! Aude schiet mama onmiddellijk te hulp. Beiden staan ze te tieren van je welste. Aude en mama zijn duidelijk niet zo gek op Mare's krabje. Ik denk, zegt Mare bezorgd, dat jullie krabbenvrees hebben. Nee, zegt mama, helemaal niet. Ik vind ze gewoon vies. Aude knikt. Ze is het volledig met mama eens. Liegbeesten, reageert papa. Krabben zijn heel onschuldige dieren
en doen eigenlijk niemand pijn. Kom mee, dan laat ik het je zien. Mama zucht. Als die krabben bijten, dan ga ik nooit meer het meer in. Ze aarzelt, maar dan... misschien moet ik toch wel durven, dan zal Odo ook volgen. Mama stapt aarzelend richting water. Odo in haar sporen. Mama, met mijn duikbril kan ik de krabben goed zien, zegt Odo. Maar ik wil echt niet dat ze bijten. Ik ook niet, zegt mama met bevende stem. Mare neemt mama's hand. Niet bang zijn, mama. Jij bent mijn reddende krabbenengel, Mare, lacht mama. En zo waden Mare, Ode, mama en papa de hele voormiddag in het water tussen de krabben. Van krabbenvrees is er niets meer te merken. Het is etenstijd. Ode vindt picknicken erg gezellig. Mare daarentegen wil vooral eten. Ze heeft grote honger. Mama, wat heb je op de boterhammen gesmeerd? Vraagt Ode met die herkenbare blik. Nee, Ode, geen Mima-choco deze keer. Maar of je het nu gelooft of niet? Mama lacht, terwijl ze de boterhammen uitpakt en laat zien wat er tussen steekt. Oh, lekker! Krabsalade! Gilt Mare. Toch niet die krabjes uit het meer, vraagt Ode. En ze schiet meteen in een lach. Nu heb ik jullie beet, hè? Grapt ze. Mare, mama en papa bulderen van het lachen. Ja, Ode had nu toch iedereen goed liggen.